Oké, dankjewel. Bedankt voor de uiteenzetting. Bedankt ook, voorzitter, om deze bijzondere commissie toch vandaag nog te regelen in voorbereiding op de Eurogroep morgen. Het is een zeer belangrijke Europese week. We zullen beslissen over honderden miljarden euro's. En ook na de tussenkomst van de minister moet ik eigenlijk zeggen ja, dat we half en half weten wat de regering niet wil doen en eigenlijk misschien nog minder weten wat ze wel wil bepleiten op Europees niveau. Dus lijkt het toch wel relevant om hier een aantal zaken te bespreken. Eén is niet vermeld in de inleiding, de Europese Investeringsbank. Gisteren heeft de Board of Directors van de EIB een beslissing genomen om extra 200 miljard te mobiliseren. Dat komt morgen op de agenda van de Eurogroep om te bevestigen. Ik ga ervan uit dat wij daarmee akkoord zullen gaan om vooral KMO's te helpen. Maar het zou goed zijn als de minister dat ook bevestigt. Twee, in het kader van EIB circuleert er ook een halve discussie dat er zou gewerkt worden richting een kapitaalsverhoging. Dat is wat in de Nederlandse pers geweest, minder bij ons. Het zou goed zijn om te weten wat daar de stand van zaken van is, of daar nog vraag toe is, of wij daarin zouden meestappen of niet, en wat dat precies voor budgettaire impact zou hebben. Een tweede punt, verschillen ook niet vermeld door de minister, maar verschillende Europese landen zijn maatregelen aan het nemen om overnames van vooral strategische ondernemingen bij hen te verhinderen, om onze ondernemingen te beschermen. Dat heeft natuurlijk een impact op onze economie, maar ook op de ganse Europese economie. Dus een zeer korte vraag, plannen wij dat ook te doen en plant de minister daarover af te stemmen met de ministers op Europees niveau? Derde punt, niet echt vermeld, maar wel denk ik bijzonder belangrijk, het meerjarig financieel kader. De minister zegt terecht, de discussie gaat tussen ESM of coronabonds, maar je ziet dat de Europese Commissievoorzitter, mevrouw van der Leyen, het MFK wil gebruiken om de angel uit de discussie te trekken. Ze komt met een nieuw voorstel, met een grotere shift richting innovatie enzovoort. Lijkt wel interessant, maar ook met een aantal vragen. Eén, is er al meer concreet beeld op en vooral wat dat aan budgettaire impact zou hebben, is de vraag ook dat het MFK zou toenemen, dat de lidstaten dus meer bijdragen, wat dat precies zou betekenen. Twee, als wij mevrouw van der Leyen lezen, dan gaat het vooral over de inzet nu op korte termijn over de cohesiemiddelen. We weten allemaal dat die cohesiemiddelen een bepaalde sociaal-economische verdeelsleutel hebben en een bijzonder grote foutenmarge in de besteding. Dus dat zijn twee vragen waar we denk ik toch echt moeten kijken of die middelen goed zullen worden gebruikt. En dan tenslotte voor het MFK, en daar zit toch ook wel wat discussie in, het zou goed zijn om te weten wat de regering wil. Wat de absolute prioriteit zal zijn van het MFK, voor ons is dat duidelijk, de strijd tegen corona moet nu de absolute prioriteit zijn en alles moet daarin ingeschakeld worden. Dan over de coronabonds. Blijf toch een beetje warm en koud blazen. Hè. Donderdag in de plenaire zei de premier, mijn brief mag niet gelezen worden als een pleidooi voor coronabonds. Nu hoor ik de minister toch zeggen van ja, misschien moeten we dat niet nu onmiddellijk, maar toch blijven overwegen als de voorwaarden maar goed zijn. Dit weekend in de media, Guy Verhofstadt, Conor Rousseau, ook voorzitter van de SPA, die voluit pleiten daarvoor. Het zou toch goed zijn om echt te weten wat wij morgen in de zaal gaan doen. Jullie hebben allemaal meneer Rekeling gelezen, 15 kranten in gans Europa, waarin hij zegt, ja, die coronabonds kunnen geen snelle hulp bieden aan Italië. Dus wat wij absoluut niet willen, is dat er morgen een ideologische discussie komt die de steun zou vertragen. Als we coronabonds doen, dan weten we dat de steun niet snel naar Italië kan. Als we ESM doen, dan weten we dat het geld wel snel naar Italië kan. En dus ik wil gewoon de garantie horen dat wij op geen enkele manier de snelheid van de hulp morgen gaan afremmen. Dank. Over het ESM, zeer kort, de conditionaliteit. Daar delen wij de analyse van mevrouw Lagarde ook, voorzitter van de ECB. Dat er een beperkte conditionaliteit zal zijn, niet zoals in het verleden met Griekenland bijvoorbeeld. Maar dat we toch wel die conditionaliteit nodig hebben om zeker te zijn dat die middelen besteed worden waarvoor ze bedoeld zijn. En dat gaat dan voor die strijd tegen corona, zowel medisch als economisch. Dus geen conditionaliteit, zoals de Spaanse premier zei dit weekend. Ja, dat ligt toch ook wel moeilijk. Maar ook geen overdreven conditionaliteit die het onwerkbaar zou maken, maar wel gefocust op. Een laatste puntje, ook niet vermeld door de minister, maar Nederland doet nu het voorstel om te komen met een nieuw coronafonds. Giften, geen leningen, pure solidariteit.
Ik weet niet of de regering ook dat besproken heeft, of er ambitie is om daaraan mee te werken of niet. Ja. En dan tenslotte, maar eerder voor de voorzitter. Ja, we gaan deze week honderden miljarden uitgeven. Morgen is er een vergadering van de Eurogroep. Namens de N-VA-fractie zouden wij graag vragen dat er na de vergadering morgen opnieuw een Europees adviescomité digitaal wordt belegd, zodat wij voor de Europese top, en de Europese top is vrijdag, dus voor vrijdag, een terugkoppeling krijgen van de minister van wat precies op de Eurogroep besproken is. Dank u wel. Dank u wel, meneer de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter, voor de duidelijkheid. Ik had het woord gevraagd in de repliek na de antwoorden van de minister. Ik denk dat het belangrijk is, ook in deze tijden, dat het parlement werkt zoals het hoort. En dat dus het parlement het laatste woord krijgt. Dat gezegd zijnde, ik ga dat nu maar even zijnde, door. Dat gezegd zijnde, stel ik alleen maar vast dat u het laatste woord hebt, collega Lones. Ja, ik zou het bijzonder jammer vinden als de minister niet antwoordt op de vragen die in de tweede ronde zijn gesteld. Ik wil wel zeer kort een punt maken, omdat verschillende fracties gewezen hebben naar de N-VA en ook uw tussenkomst, meneer de voorzitter, in een bepaalde richting zou gelezen kunnen worden. N-VA staat duidelijk klaar om solidair te zijn, maar wel onder twee voorwaarden. 1. De meest hard getroffen regio's moeten het meest geholpen worden. En dat was het probleem met het coronafonds van 34 miljard. Daar was dat niet het geval. Intussen zegt de Europese Commissie dat ook en stelt zij meer flexibiliteit voor. Eerste voorwaarde. De tweede voorwaarde, er moet snel geholpen worden. En ik ben zeer blij dat de minister in al zijn bewoordingen eigenlijk wel duidelijk gemaakt heeft dat wij geen remmende factor zouden zijn voor snelle hulp. Dat is wat de minister betreft. Een laatste vraag nog wel. In de plenaire heeft premier Wilmes aangekondigd dat alle scenario's zouden worden bestudeerd en doorgerekend. Heeft zij expliciet gezegd. Ik ga ervan uit dat dat ook effectief gebeurt. Wij zouden willen vragen dat die becijferingen ook aan het parlement worden overgemaakt deze week nog. Dank u wel. Dank u, collega Lones. Dus nogmaals, morgen is